Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdagochtend en ik heb geen make-up op, tenminste de mascara, want ik ga vanmiddag een spraytan doen. Want dat apparaat bij Knap is weer gemaakt en ik vond die spraytans daar echt het fijnst. Maar, en ik ga nu mijn nagels laten doen, dus ik neem jullie gezellig mee. Oké, ik heb net een spraytan gedaan bij Knap, heel subtiel. Je ziet het nu nog niet echt. En ik heb nu een zakelijke afspraak, dus daar ga ik naartoe lopen. Dit is mijn, nou eigenlijk is het niet mijn lunch, want ik had al geluncht. Mijn na lunch hapje, zalm, bacon en frietjes. Ik ben weer thuis en ik heb Olivia gehaald van de crèche. Olivia heeft in totaal 4 uur geslapen vandaag, 2 keer dutjes van 2 uur. En hier is de persoon in kwestie waar het over gaat. En hier is de vader van Olivia, die mijn trui aan heeft. Ik kwam Sander tegen op straat en dacht ik, hey, die trui ken ik. Luister, ik zie eruit als een mislukte rapper. Laten we eerlijk wezen. En dan heb ik ook nog eens een keer deze pet op. Ik vind die pet echt leuk staan bij je. Ja, oké, maar nu ben ik echt gewoon een soort kabouter. Ik vind het een leuke outfit. Ik vind er niks mis mee. Nee, dat is niet. Ik ben nu gewoon een kabouter. En ik vind het... weet het. En ik moest vandaag over straat. Kijk, luister, ik heb het aangenomen dat ik een foto wil maken. Ja. En een nieuwe hoes van mijn nieuwe plaat, die heeft deze kleuren, wit en rood en zwart. Dus ik dacht, dat is leuk. Een beetje in het kleurtje. Maar toen realiseerde ik me dat ik ook echt daadwerkelijk over straat moest. Met Bibi, notabene, op de fiets. Toen dacht ik wel van ja, als mensen mij nu zien fietsen, dan denken ze wel van oké, dat is een rapper zonder geld. Valt wel mee. Anyways, ik ga de koffer inpakken van mijn Olly zo voor Londen. Voor onze kerstcampagne die we schieten in Londen. Maandag. En ja, moet ook even wassen voor Olivia vanavond. En Mama. Ja. Ik ga die lekker snoepjes halen bij de Albert Heijn. Heb je zin in snoep? Ja. Ga ik lekker snoep halen bij de Albert Heijn. En dan gaan we Olly kusjes geven en lekker koken voor jou. Oh, pas op schat. Voorzichtig doen, hè. Mijn gezicht lijkt trouwens echt knalrood voor some reason in deze camera. Ik heb trouwens mijn nagels laten doen. En ik vind het heel mooi geworden. Zo zien ze eruit. Ik had het op mijn Insta-stories gezet. Of jullie goede plekken wisten in Amsterdam. Had ik gedaan. Oké, Sander had het gedaan. Ik had gevraagd of Sander dat op mijn Insta-stories wilde zetten. En Aniek van Wonder had mij gestuurd dat ze naar Tutti Colori, heet het volgens mij, ging. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En ik ben heel tevreden. Ik heb dit op mijn tenen. Donkerrood. En dit is op mijn handen. En echt een van mijn lievelings sieradenmerkjes heeft mij net iets super moois opgestuurd. Dus dat wil ik even aan jullie laten zien. Oké, dit zijn de twee cadeautjes die ik heb gekregen. Het is van Mimoneda. En ik krijg altijd vragen over deze ring. Ook in mijn privéleven. En ik heb deze ring dus nu iets meer dan een jaar om. En die is ook van Mimoneda. En ik zal even een linkje naar de website hieronder posten. Maar check. Ik heb een jaar om hoe deze kwaliteit nog is. Van de ring. Dus daar ben ik echt super blij mee. En ik vind het altijd leuk, want ik weet dat een van deze dingen een ring is. Ik vind het super leuk dat ik een nieuwe ring kan toevoegen nu ik mijn nagels net gelakt heb. Herkent iemand dit? Dat je zeg maar dan helemaal mooie nagels of je ringen wilt doen als je net nieuwe nagellak op hebt. En dit is de nieuwe ring. Ik vind hem echt super mooi. Het is een soort zegelring. En er zit nog iets heel bijzonders aan deze ring. Want je kan ze dus laten customizen. En er staat een O op en Olivia mee. Dus dat is extra bijzonder. En in het andere doosje zit een ketting, een bijpassende ketting. Namelijk deze. En op de voorkant staat La Dolce Vita. En op de achterkant staat ook weer Olivia mee. En er zit dus dit gouden bolletjes kettingje zit eraan. Dus die vind ik ook echt heel mooi. Ik denk dat ik die, even kijken hoe lang die is, en boven die muntketting doe. Bij mijn everyday
sieradenstash. Dus ja, en ik heb ook heel veel andere leuke sieraden van Mimoneda. Die ik ook in heel veel foto's draag. Dus die zal ik hier even allemaal laten zien. Goedemorgen jongens. Sander gaat even naar het museum met Olivia. Hi. En Sander heeft Olivia aangekleed. En die heeft altijd de leukste outfits. Vooral heel bont vind ik ze altijd. Maar deze is leuk, kijk hier. Ja. Wat is leuk? Dit. Follow me on Instagram. Dat is toch fabulous? Met dat paars, met dat roze en dan rood. Dat is toch prachtig? En dan rode schoentjes. Kijk, dit komt terug. Dit is hier paars. Zit in. En heb je gezien wat hier op haar rug staat? Princess of Jetlags. Ja. Ja. Follow haar on Instagram. Nee, ik ga haar Instagram deleten. Serieus? Misschien wel. Doe er nooit meer wat mee. Hey! Ga je lekker fietsen? Ga je fietsen naar de stad met papa? Nee, toch? Straks komt een baby Emma op bezoek. Oké, maar vertel mij echt heel erg serieus. Hoe kan iemand nou een schoen kwijtraken in huis? Dat kan toch niet? Ik kan dat echt heel goed. Maar ik heb jouw schoen niet kwijtgemaakt. Nee. Ergens moet een andere schoen zijn. Toch? Ja. Ja, waarom? Dat weet ik niet. Ik heb het idee dat jij hebt gestopt omdat je het geen leuke schoen vindt. Ik vind het prima schoenen. Oh, heb jij ze verstopt? Ik wil me aankleden. Ik zal mezelf ook even filmen. Oké, dan ga ik deze aan. Mijn net wakkere hoofd. Ik ga naar Piloxing. Dat is een combinatie van Pilates en boksen. En boksen. So American of me. Maar ik heb al 180 jaar niet gesport. Dat is niet waar, want je tennist af en toe toch? Ja, ik heb één keer getennist dit jaar. Ja, we hebben één keer getraind. Anywho, ik ga mezelf aankleden en mezelf die kant op gooien. Maar het is nu zo verleidelijk, want jullie gaan naar de stad. Dan kan ik ook stiekem niet gaan en gewoon stiekem gaan slapen. En dan net als ik ben gaan sporten, dan trek ik gewoon voordat jullie terugkomen mijn sportkleding aan. En dan zeg ik, oh, dat is echt goed. Alright. Nou, ik ga me wel aankleden. Nou, wij zijn on the go. We hebben Bibi gepikt bij haar moeder. Hallo Bibi. Autogejat. Autogejat. En Ol zit achterin. Oliebol. En vanmiddag was haar vriendin Emma komen spelen. Dus dat was heel gezellig. Die is net zo oud. En nu gaan we even naar mijn moeder in Leiden. En dan gaan we s'avonds bij de Doofpot eten in Leiden. Dat is een super lekker restaurant. Echt? Ja, wist je dat niet? We gaan met z'n allen bij de Doofpot eten. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja. Met z'n allen. Ik heb een hele lieve olifant. Ik weet niet, gaan alle kinderen mee van Anton? Ja. Dus alle kinderen gaan mee van Anton. Dus dat is gezellig. Ik hoop dat het eten lekker is, maar ik heb er een goed gevoel over. Kijk dan. Dus. Nee, we hebben om half zes afgesproken. En het is nu 10:05. Ja, dus dan kunnen we even door. Bel dan mijn moeder even. Oké, doei. Wij zijn aan het eten in de Doofpot in Leiden. En Olivia's eten is gearriveerd in het familie. En ze hebben een hele mooie maaltijd. En het is hier super leuk. Zo ziet het eruit. Wij zitten weer in de auto terug naar Amsterdam. Het lijkt wel een liedje. Wij zitten weer in de auto terug naar Amsterdam. Dying. Out of embarrassment for you. Okay. So dying, babe. Well, you just love me, you know it. Anyways. Ja, de hele dag was ik in slaap gevallen. Ja, Olly ligt zo lief te slapen. Olly, lekker haar knuffelen. Ik ga zo nog heel even met Olly knuffelen voordat ze echt naar bed gaat voor de grote slaapje. Het is ook gewoon kort voor 9:30. 8:30 is het. Dan gaan we lekker snoep eten. We hebben geen snoep. Ik heb wel een snoep op. Hoe gaan we snoep kopen? Ik moet wel eerlijk zeggen dat deze vlog basically erom gaat dat jij elke avond op zoek bent naar je snoep. Naar je snoep. Dat wel mee. Maar dat is ook wel zo. Maar goed, het is geen goede elke avond, maar wel de waarheid. Kan jij misschien even wat minder een beetje zo van, hey lieve kijkers, hoe is het? Hey jongens, ik ga weer enthousiast praten. Hey, en hoe lekker was het bij Anton? Het was heel erg lekker. Hou op. We hebben bij de Doofpot gegeten. Dat heb ik gefilmd in Leiden. En het was super lekker eten.
er echt van genoten. Nou, sorry, dit was echt toevallig. Echt leuk. Nou, hou om. Nu vind ik het niet leuk. Ophouden nu. Ik moest toch wat energieker praten? Nee. Jezus. Ik had hem ergens. Je hebt gewoon tussen die stand 1 en 10 heb je toch ook een 5? Nee. Heb ik niet. Okay. Zoek hem dan op. Oké. Okay. Wat? Is goed. We gaan naar huis. Ja, jullie en ik zijn moe. Anyway, is goed. We gaan naar huis. We gaan naar huis. We gaan ijs halen. Wij gaan naar ijs kopen. Snoep, ijs, snoep, ijs. Yeah. Maar we hebben al wel toetje op. Maar goed, nog wel meer. Maar het toetje was klein hoor. Nee, sorry, maar het toetje was echt mega lekker. Ja, het was wel lekker. Maar wel lekker, maar wel. Ja, maar Elton die denkt gewoon aan onze toekomst. Die denkt gewoon, ja, kan ze maar helemaal aftoppen met alles en weet ik veel wat. Maar daar worden ze ook niet knapper van. Nee. Ik het was een hint bellen. Eigenlijk, denk ik. Oké. Doei. Ik ben aan het inpakken voor Londen. Dit is alles wat ik nodig heb voor shooten. En dit is gewoon wat casual dingetjes. Ik heb geen echt vrije tijd. En dit is voor Olly allemaal. Broekjes en rompertjes en zo. En Olly's ochtendjas. L'Officiel van deze maand. Waar ik in sta. En mijn pyjama. Dus ja. Hey, Piep. Hoe spannend is dit? Oké, Noordis is aan het slapen. Maar die weet dus niet dat wij de afgelopen weken een feest voor haar hebben voorbereid. Ja. Met alle vriendinnen. Dus wij nemen haar zo meteen stiekem mee naar het Amstel Hotel. En zij denkt dat we daar een foto gaan maken en een kopje koffie gaan drinken. Ja. Maar dan om 12:30 komt dus iedereen op een boot. Met, nou ja, Monica. Nou, gewoon iedereen, basically. Tamara. Ja. Oké, nou goed, whatever. En ze weten dus van niks. Dat is echt bizar. Oké, tot zo. Stil. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ben super vrolijk vandaag. Want ik was heel moe gisteren. Maar vandaag had Sander mij laten liggen. Dus ik heb tot 9:30 geslapen. Dat heb ik echt al een jaar niet gedaan of zo. Dus dat is super chill. Dus ik voel me super energiek en vrolijk. En vandaag heb ik niet zoveel te doen. We gaan denk ik zo lunchen bij het Amstel Hotel met Olivia en Bibi. En hopelijk komt het zonnetje nog door. Dan kunnen we lekker in het park zitten. Dus kom jullie gezellig mee. En het licht is een beetje geel. Want de gordijnen zijn hier dicht op deze verdieping. Want Olly slaapt. Maar ik wil even laten zien wat ik aan had. Ik heb mijn Chanel tas om. Ik heb dit jurkje van vorig jaar. Is die wel. Van Gunny aan. Superleuk met lange mouwen. En deze trenchcoat die is denk ik van ASOS. Ik zal de linkjes hieronder zetten. En die nieuwe schoenen van Maash van Zalando. Die ik echt super super mooi vind. En ik ben zo blij met die nieuwe sieraden van Mimoneda. Ik heb ze elke dag om sinds ik ze heb. Oké, ze is net bijna achtergekomen. Zo irritant. Maar Tamara die komt dus uit Londen. En ja, daar moeten we dus mee appen. Dus we hebben een app aan, een groepsapp aangemaakt die het keuken doet. En ze is boven zich aan het klaarmaken. Die heet Keukendude. Dus kwam naar me toe en zei: ja, Bibi heeft een groepsapp die heet Keukendude. Weet je wel, hoe zit dat? En hoezo zit Tamara daarin? Dus nou ja. Oké, maar volg ons. Spannend. Hi. Noor staat beneden. Die is nu de car aan het in elkaar aan het zetten. Dus we lopen nu naar het Amstel. En wij zitten lekker buiten bij het Amstel. En zoals jullie zien schijnt het zonnetje. En we gaan lekker eten. Met Bibi en Odi en Sander. Wat is het lekker, schat? Ik vind dat echt heel lekker. Wat ga jij eten dan? Ik neem scrambled eggs met kaas of zo. En Olly? Wat neem jij? Avocado broodjes. Avocado broodjes. En jij? Ik neem Amstel Club Sandwich, denk ik. Ik dacht dat je een burger ging nemen. Wat is dit? Wat is
een hartaanval. Viva la Liga! Viva la Liga! Is het niet voor mij? Ja. Nee, echt? Hoera! Is het grappig of niet? Is het voor mij? Neem jullie in de maling? Ja, weet ik veel. Ja, misschien moet je even opstaan. Kan ik even halen? Is het wel grappig? Ja. Ja, wat denk jij nee, dan? Echt? Ja. Oh my fucking god. Is dit een grap? Nee, echt? In de glorie. Oh oh. Aanleggen. Hoera! Maar daarom dacht ik, she's so insane. That's how I got once a black cat. Ik zag hem dicht. Oh, you're being so blij mee. Love him. I love him. Oh wow. This book so much. This is so amazing. Yeah, it's echt heel zo leuk cadeau. Oh wow. Ik was echt zo, wat moet ik kopen? Nou, zoals jullie allemaal gezien hebben, ben ik echt super van dat store. Oh, nee, nee, nee. Die is echt zo leuk. Ik was helemaal aan het trillen van excitement. Maar super gezellig, een hele leuke dag. En we zitten lekker bij Kassel te lunchen. Dus dat is super leuk. Het is weer even later en we zijn bij Imperial Romano aan het eten. We hebben eigenlijk alleen de hele dag gegeten. Maar het is zo'n leuke dag. Ik zat net even terug te kijken naar het filmpje waar ik erachter kom. Dat iedereen er was. Zo. En ook zo leuk dat jij er lekker bij bent. Ik doe dat. Ja. Ah.
zo gezellig. En de ballonnen zijn er nog steeds. Nee. Ik ga lekker editen, girl. Goed? Nee, wel even. Alsjeblieft. Ja, ik laat hem hier, ja? Ja, top. Thanks. Dit wordt weer zo'n verhaal. Ja. Happy birthday, dear Noah. Ik kom net weer thuis na het eten en het was echt zo'n leuke dag. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gefilmd heb, maar het was echt zo leuk en... Heel veel mensen hebben ook gefilmd. Mo heeft ook gefilmd. Dus jullie moeten haar vlog ook maar even checken. En we hebben heel veel op Instagram geüpload en zo. Maar het was zo'n leuke dag. Ik wil nog even al mijn super lieve vriendinnen heel erg bedanken voor echt een geweldige dag. En Rebecca en Sander. Die hebben heel veel organizational stuff gedaan. Wat ik gehoord heb. Echt super lief van jullie. En jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een leuke vlog is geworden. En ik zie jullie zondag weer. Ik ga morgenochtend vlog naar Londen. Dus ik ga inpakken en dat gaan jullie allemaal in de volgende vlog zien.